Ja, Bram van Blerken, dan ben je in de wedstrijd tegen VVV Venlo toch eigenlijk een beetje ja, de man die het belangrijke doelpunt maakt. Klopt, op het scoreformulier staat mijn naam. Alleen ik denk dat wij als team zijn een hele mooie prestatie hebben geleverd. Door vooral in de tweede helft gewoon heel goed te spelen met heel veel beleving, heel veel intensiteit. Ik denk dat het belangrijkste is. En wie dan uiteindelijk op het blaadje staat, maakt niet zoveel uit, denk ik. Maar ja, zo vaak kom jij niet op dat blaadje als je een doelpunt maakt. Nee, dat is zeker waar. Dus ik ben er ook wel heel blij mee, hoor. Dus daar niet van. Maar uiteindelijk het belangrijkste is gewoon dat wij betere resultaten gaan halen. En gelijkspel uit bij Venlo is in ieder geval een goed begin. Je bent flink bejubeld door je collega's. Als jij terugkijkt op jouw dit seizoen, want je bent binnengehaald met een heleboel inwoners van Helmond weer terug op het oude nest. Hoe kijk jij terug naar deze periode? Ja, het was natuurlijk een moeilijke start voor heel de club. We hebben heel hoge ambities. Er zijn heel veel jongens hier naartoe gekomen. Ook om goede resultaten te gaan halen en wat hoger op de ranglijst te komen. Dus ja, voor iedereen denk ik heel teleurstellend. Voor ons, voor de supporters, voor iedereen binnen de club. Alleen ja, het heeft weinig zin om daar nog op terug te kijken. Ik denk dat we gewoon vooruit moeten kijken. We zijn nu na de winter goed begonnen. Laten we die lijn gewoon doortrekken. En wat er in de eerste seizoen zelf is gebeurd, daar hebben we geen invloed meer op. Nee, maar dan kijk je eventjes vooruit. Heeft dan de wedstrijd tegen VVV Venlo misschien jullie weer een juiste duwtje gegeven in de goede richting? Ja, tuurlijk. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat we daarvoor, net voor de winterstop, ook al goed bezig waren. We hebben ook een paar keer gewonnen. Dus ik denk niet dat het per se vanaf nu is. Ik denk dat we hiervoor al wel die stijgende lijn in hadden gezet. En kijk, tuurlijk zul je niet alle wedstrijden gaan winnen. Alleen we moeten er wel voor gaan zorgen dat we meer wedstrijden winnen dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Ja, maar het is wel zo, als je vrijdagavond durft te winnen, dan kom je wel dichter bij die 10e-11e plek. Ja, zeker. En ik vind ook dat we daar moeten we ook gewoon naar gaan kijken. We moeten niet naar beneden kijken, we moeten naar boven kijken. En het staat super dicht bij elkaar. En ik denk als wij zo spelen als de tweede helft tegen Venlo en ook een aantal andere wedstrijden, Den Bosch thuis bijvoorbeeld. Als we die intensiteit en beleving met het team hebben, dan kunnen wij even iedereen heel moeilijk maken. Maar was het wel een mooie verjaardagsfeestje na dat 1-1 gelijke spel in Venlo? Mooi is een groot woord. Ik was met name wel tevreden over de tweede helft. Vond onze eerste helft wat apathisch, een beetje afwachtend. Tweede helft, ja, zijn we er volop gegaan. En ik denk als je over heel de wedstrijd bekijkt, dat we hem hadden kunnen winnen. En misschien op basis van de kansen wel moeten. Maar uiteindelijk wel een aanknopingspunt met de tweede helft. Want dat moet eigenlijk de toon zijn waarop we willen spelen. Met drang naar voren, met druk op de bal. En proberen een wedstrijd te winnen. Maar ga je dat dan ook met die jongens dan doorspreken? Hè? Want dan wordt het vrijdagavond, je ziet ze pas op maandag weer. Kun je dat dan zeggen van jongens, we willen op die manier een beetje blijven voetballen? We hebben zaterdag ook getraind. Dus de jongens die niet gespeeld hebben, zijn vol aan de bak gegaan. Zijn we mee op het veld geweest. Andere jongens hebben herstel gehad. Inderdaad, wel wat zaken doorgenomen. Ook benoemd na de wedstrijd. Maar ondertussen ook wel wat beelden bekeken met de jongens. Van wat was goed en wat moet er beter. Dus nu proberen we heel veel info te geven op basis van beelden. Die we tijdens de training of tijdens de wedstrijd voor handen hebben. En daar proberen we toch een bepaalde mindset te creëren bij de jongens, dat ze er ook in gaan geloven. Heb je nou nog met Arno van Keijlichom eventjes nagesproken over, ja, een beetje, mag je zeggen, domme rode kaart? Ja, hij weet dat zelf. Hè. Hij wil de aanvaller uithalen. Arno is misschien wel de braafste jongen van de klas, om het zo te zeggen. Ja, hij wil de aanvaller uithalen. En ja, denk dan, ik maak een fout, maar een aanvaller die gaat tackelen is nooit een goed idee. En ja, het ziet er natuurlijk op de beelden wel erger uit dan het is. En daarom accepteren we ook het voorstel van de KNVB en gaan we ook gewoon verder. En ja, als je een fout maakt, ja, dan moet je ook op de blaren zitten. Als je je gat verbrandt, zegt men in België, moet je op de blaren zitten. In Nederland hetzelfde. Ga je dan met een andere elftal de vrijdagavond tegen NAC in? Ja, ik moet wel één iemand zetten, anders spelen we met 10. En dat is nooit een goed idee om een wedstrijd te starten. Dus ja we gaan inderdaad iemand anders tussen de lijnen moeten brengen om de leemte die Arno achterlaat, om die op te vullen. Maar wie of wat gaat spelen, dat gaan we nu nog eens rustig overleggen met de staf. En dan hopelijk morgen de juiste keuzes maken.